Als het kapitaal besloten is van te sluiten, hè, zal het gesloten worden. Voor mij zal het geen goede toekomst meer zijn. Ik ben altijd voor ergens anders te kunnen beginnen, dus ja. Je moet jong zijn en ervaren. En dynamisch, maar dat gaat niet. Diploma's hebben en dan, maar ja, dat heeft bij ons ook niet. En bij ons is het dus te oud. En we hebben wel ervaring, maar we zijn te oud. Mensen die daar hun gans leven hebben gewerkt, bijna 30 jaar, 25 jaar, en die ineens horen dat ze gaan stoppen met werken, dat is een zware klap voor hen ook. Het bedrijf sluit hier de winkel omdat hij is verlieslatend. Ze waren een beetje verrast omdat de meeste van hen hebben de nieuws doorgenomen door hun klanten zelf. Hier in Apel, ja. Dat is al wat we gekregen hebben als antwoord. Personeel is te duur. Het wordt allemaal beslist boven hun hoofden, door de grote bazen, de CEO's. In de gazette is er ook verschillen als ze winst gemaakt hebben. Oké, de winst is niet zo hoog. Vorig jaar, het was crisis ook. He. Maar het was crisis, 1. 2, waarom? Toch wel de zaak gaan sluiten, ondanks hoe al die mensen er werken. Zonder een verwittiging, vandaag op morgen, 3 maanden tijd, het is gesloten. Ik vind dat zeer triest. Ik vind dat zeer laat. Een aandeelhouder die komt toe in een bedrijf en een aandeelhouder zegt, kijk, bij de bank kan ik zoveel procent krijgen en ik zal investeren in uw bedrijf, maar ik moet een minimumgarantie hebben dat ik een bedrag krijg veel hoger dan wat ik kan krijgen in de bank. En kan u mij dat niet garanderen, dan stopt mijn verhaal, dan zal ik niet langer investeren in uw bedrijf. Wij weten niks. Wij weten echt niks. Van het moment dat wij iets weten van we gaan jullie verplaatsen, mensen die een prepensioen kunnen een prepensioen, maar niks van alles wordt er daarover gezegd. Iedereen, iedere werknemer heeft geen enkele zekerheid meer, ook al zit in een groot bedrijf. Als je ziet, bedrijven met meer dan 5000 werknemers, hoe dat men daarmee omspringt. De mensen hebben geen garantie meer en zijn inderdaad allemaal bevreesd dat het morgen aan hun beurt kan zijn. Dat is nu eenmaal de realiteit, hoe spijtig dat het ook is. Het meest spijtig natuurlijk is dat het stevast gebeurt in bedrijven die toch nog grote winsten maken. Dat is het meest frappante aan de hele situatie. Ze hebben communisme kapot gedaan. Waarom? Hè? Wel, het kapitalistische systeem is bijna bankrot geweest. Is bankrot, hè? En nog hebben ze keuze genoeg, hè? Tsjechoslowakije, Polen, Joegoslavië en daar overal, hè? Goedkope jobs. Mijn grootmoeder, ik heb haar altijd haar boodschappen ook hier weten. Mijn moeder ook trouwens. Dat was eigenlijk een enorme slag om te horen dat eigenlijk ging verdwijnen. Want ik heb eigenlijk altijd al de Groene Vallei weten bestaan. Personeel is hier ook altijd zeer vriendelijk. Ik begrijp ook niet wat ons dat in de krant van uithaalt. Als ze weggaan, gaan ze weg. Hè. Kijk, Renault is weggegaan. Hè. Opel gaat weg. Hè.